Nee, de 30% is er al af, hè? Ja, de 30% is nu af, maar... Was er maar nog een keer... Ik word zo moe van de kut. Hé, hey, nou betalen! Ja. Daar zijn we wel heel blij mee. Ja. Nee, maar als wijze van spreken zij voor mij was geweest, dan was het al klaar geweest. Of als die van Daisy of die van jou was geweest, dan was het ook al klaar. Oh, wee. Check open. Kut, Daisy. Nou ja, hey, landen... die ga ik kopen. Ja, je hebt stok zat, dus het kan wel. Mm-hmm. Wel geinig, dat die is 10, de andere is 112. Ik niet helemaal snap. Alleen nu is de vraag, wie is het eerste bij de bank, jij of ik? Jij, denk ik. Oh, ik weet het wel zeker. Net niet. Je wilt de wereld zien branden, hè? Ja, natuurlijk wil ik de wereld zien branden. Kijk, de enige kutte is dat die Stella... Daar stoksen heeft. Dus eigenlijk wat ik doe is niet slim, maar ja... Ja. Dat zijn ook de enige dingen die ik momenteel heb. Kijk, in deze dingen zijn helemaal leuk om te zien. Ja. Alleen ze moet Daisy betalen, dat is iets minder leuk. Nou ja, ze verkoopt langzaam zeker ook al als stoks, dus dat scheelt. Mm-hmm. Maar kijk, ik mimic eigenlijk wat Stella doet. Stella heeft links heel veel, ik heb rechts heel veel. Mm-hmm. Ik heb helemaal niks. Nee, je hebt een beetje verdeeld. Jij hebt... Nee. Als jij die kruising kan krijgen, dan heb jij het heel goed voor elkaar. Ja, maar dan moet ik daar ruilen met Daisy. Ja. En ik heb niet echt iets wat voor Daisy interessant is. Nee, je hebt rechtsboven heb je er eentje, maar ja, daar kan je nog het argument over geven van ja, daar zit Stella ook. Ah, mm-hmm. Oh, zuur op 2. Net niet. Promotion. Mooi. Kijk, ik sta niet heel goed, maar ik heb één goede monopolie hier. En 724 is nooit verkeerd. Enige jammer is dat mijn... Kijk, ik wil investeren in mijn stocks, maar ja, daar heeft ze ook 90 in zitten, dus... Ja, en niemand... Ja, jij geeft dat niet weg aan Stella, tenzij het niet anders kan. Mm-hmm. Ja, fuck it. Sphere, nou, ik land ook op mezelf. Stel, ik koop dat ene lege ding helemaal linksbovenin, zeg maar. Dan wil ik misschien, ja, dat ik dan met Stella ruil voor die in dat blauwe vak, zeg maar. Mm-hmm. Jezus, het wordt gewoon niet eens meer leuk om daar langs te gaan. Nou ja, dat is ook, de hele bedoeling van het spel. Dat kan me voorstellen, ja. Hey, ik moet er zo langs, dus. Ja, het is alleen jammer genoeg, ik ben iets te... Ja, Stella moet boven langs, dus... Misschien gooit ze... Nee. Maar ze kan nog langskomen. Roll the die again. Ja. Of warp. Domme. Warp. Die krijgt ook letterlijk nou. al die... Huh? Oh ja. Nee, wat een vuile bitch. Ja, die is nog vrij, dus ja. Ja, maar die wou ik. Ja, jammer. Maar die pakt Stella die. De magische poeder neemt over. Ja, inderdaad, ja. Waar gaat zij langs? Nou ja, natuurlijk de laatste. Ik heb een idee. Dat gaat ze toch niet doen, maar ik wil wel proberen. Exchange shops. 2 van mijn eigen shops gaat het nu om, hè? Ja. Die en die, ja. Wat is het, de balans? Oh, jij gaat er wel heel goed voor. Kijk maar even, kijk maar of het lukt. Ja? Ja. Nee. Nee, daar gaat zij te laag in de balans voor. Oké. Okay. Dus dan zou je er echt geld bij moeten doen. Maar ja, als je de... Laat ik zo zeggen, als jij de geld nu bij doet... Mm-hmm. Dan is de game klaar. Ja.
Ik wil wel stokjes kopen. Maar in welke gaan we stokjes kopen? Ja. Kan ik hier stokjes in kopen? Ja, doe maar wat stokjes in. Ja. Ja, dat schiet niet echt op, of wel? Nee. Stella moet hier nog steeds langskomen, hè? Mm-hmm. Dus we maken nog één keer gevaarlijk. Jezus. Ik heb wel geluk, ik kan nu de andere kant op zo. Ja, precies. Dit zijn wel bijna allemaal stoks, dus als het zo meteen misgaat, gaat het voor mij goed mis. Maar daarom zeg ik ook, ik ga nu even full all in. Want de snelheid hoe zij hier doorheen gaat, kan ik toch niet. Dit is toch niet eerlijk? Nee, dit is ook niet eerlijk. Dit slaat echt helemaal nergens op wat hier elke keer gebeurt. Laat ik zo zeggen, wij hebben een normale speed en zij heeft 6 keer agility opgezet. Ja. Zo snel gaat het bij haar. Oké, nou ja, mooi. Big commission. Zes. Volgens mij kom je net weg als je links gaat. Ja, dat kan ook. Oeh, je komt er net doorheen. Ik wil eigenlijk... Nog een keer gooien. Dat is niet verkeerd. Nog een keer gooien. Alle vacant plots zijn nu op... afgegaan. Nou, je landt op jezelf, dus dat scheelt. Nee. Ja, moeilijk. Nee. Ja, deze komt hier zo meteen langs, hè? Jezus. Ja, ik zit hier gewoon zo in van... Iemand moet hier op landen. Ja. Want als iemand hier op landt, gaat hij branden. Dat klopt, ja. En keihard. Tuurlijk, en dan gooit ze laag. Ja, die gaat gewoon zo op de bank komen en dan loopt ze de andere kant op, hoor. Ik weet het zeker. Oeh. A sell shop back to the bank for twice its shop value. Zou ze dat doen? Oh, ja. Ja. Oh, die. Ja. Oh. De. Daar heeft ze niks aan, dus. Nee. En het is twice the value, hè. Dus voor de geld die je het hebt, dat is niet verkeerd. Dat is dan weer minder. Maar ja, je krijgt commissie op hetgene wat jij betaalt. Dat is zo logisch. Nou, hoeveel ben ik? Medium fucked. Ja, ik ben medium fucked. Ja, ik heb liever iets aan suits dan boven, want waar jij staat is ook gewoon een gevaarlijk punt. Yep. Ja, ik moet de shop gaan verkopen. Ah, dat is heel zuur. Maar ja, dat is deze hele strategie. Want kijk, zij moet hier langs. Ja. En die trut moet hier langs, dus ja. Ja, misschien was het beter om die andere te kopen, maakt niet uit. Maar dat is ook de enige reden, want als ik het niet op deze manier had gedaan... ...had Stella ons al ingehaald. Ze gaan mooi door. Ja. Lekker laten gaan. Ja. Ja, niemand heeft er stoks in, dus ja. Ik was even vergeten dat dit een ding was. Ja, hier gaat soms tijd in zitten. Mm-hmm. Ik dacht, oh leuk, allemaal vacant plots. Maar nee. Dan had ik ze zelf moeten verkopen aan de bank. Ja. Maar ja, dat doe je ook niet. Jezus. Nou, ja, betaal maar hoor. We
Kijk hoeveel die over de kop gaat nu. Ja, maar ja, die andere was ook al bijna. Dat was volgens mij ook 300, dus... En deze is zelfs al duurder, dus ja, maakt niet zo heel veel uit. Nou, ik hoop eerlijk gezegd dat Stella gaat branden. Gaat ze branden? Ja, volgens mij wel. Volgens mij gaat ze flink branden. Volgens mij 11, toch? Nee, niet die 11? Ik weet niet. Volgens mij wel. 7 is altijd zo verdomd moeilijk om te zien. Ik denk 11. Alsnog. Ze heeft precies genoeg. Ja, ze heeft precies genoeg. Oh, en ze krijgen ook commissies. Nog commissie. Yeah. Dus ja, dat... Kijk, en nu zit jij weer lekker in de game. Ja, maar dit, zo moet ik dit ook spelen. Als ik het niet op deze manier speel... Nee. Dat is een beetje jammer. Als zij promotie had gehad, had ze het gedaan, denk ik. Yep. Ja, nou. Welke unowned shop? Eentje nog. Oh, die ja. Ja. Dat is voor haar best een goed kaartje geweest. Ja. Dat was inderdaad heel slim van haar. Nou, Carver. Oh, wacht. Ja, jij moet niet zo ver gaan. Nee. Jij en ik hebben nog geen suits, hè, dus... Nou, eerst een minigame. Wat, Ik hoop een single minigame. Round the blocks. Ja, nou ja. Is... Nou ja, deze is op zich nu interessant. 50? Oh. Nou. Oké, potentie voor 100. Potentie voor 100. Ja, per level, hè? Ja, per level, dus als 200. Ja. Nou ja, je hebt het of je hebt het niet. Nou. Kijk mooi aan. Dit ook. Dit dan weer niet. Maar voor mij is het niet ongunstig. Nou, ik had liever dan op die 10 geland, want dan was ik iets verder geweest. Oh, ze gaat nog meer aan je betalen. Ja, maar ze heeft zoets nodig, hè? Ze heeft niks meer. Dus zij moet dokken. Alleen wel het klote is dat zij de shops nog steeds kan overkopen, omdat zij zoveel geld heeft. Ja. Zo heel slecht gaat het helemaal niet met mij als ik zo op de scorebord kijk. Nee. Daisy is op mij geland en dat zorgt ervoor dat zij wat lager is. Oh, nee, ik heb geen stocks meer, dus mij maakt niet uit. Doe maar degene waar jij stocks in hebt. Daar heb ik geen stocks in. Verdomme. Nee, Stella heeft daar stocks in. Ja. Kijk eens even. Oh, wat een kutspel. Ja, maar dat is ook niet... Ik moet ook winnen door die Monopoly, ja, dus... Ja, het is dokken of dokken. En dat is wel de beste plek voor jou, ja. Ja. Ik kom net weg. Ja, ik heb nog niet heel veel zoets gehad. Nee, niet weer. Bedden? Oké. Nou, daar heb ik stoks. Nee, voor mij heeft niemand daar stoks in, toch? Nee. En dat zijn nog goedkope stoks, dus als wij die Stella... Ja. Kunnen laten verkopen, dan schiet nog een keer op. Ja. De grote worps. Echt niet normaal, hè? Nee, inderdaad. Jezus. Ja, dan gaat de promotie. Volgens mij loopt ze al een promotie voor op mij, of niet? Nee. Dus nog een keer gooien ook. Ik kan zo voor je kijken hoor. Nee, ze loopt geen promotie voor. Maar... Nee, maar ze loopt wel een kaart ervoor en ook flink. Yep. Moet je nagaan, ze loopt een kaart ervoor. Ze moet nog een keer. Oh, deze is kut. Everyone's shop price is cut in half. Ja, dat is voor één ronde toch? Ja, oh, dat maakt niet uit. Ze landt op de bank. Ja, wij zitten op volgens mij level 3 en zij is nu level 4. Hey. Dat is mooi. Ja, ik ga jou gewoon achteraan, want ik heb ook de hard nodig.
Oké, betalen of krijgen in de hoeveelheid shops die je hebt. Nou ja, je hebt nou, een aardige hoeveelheid, dus kan goed uitkomen, kan slecht. Dit is 120 gold. Nou ja. Echt kut. Ja, dat is het ook. Ik heb het hard nodig, hè? Ja. Stokjes kopen. Ja, ik koop mooi mezelf. Kijk, ik help Stella hiermee, maar dan hoop ik gewoon dat Stella gewoon op mijn land. Mm-hmm. Betalen! En dan gooi je niet hoog, hè? Ik krijg wel mooi 10 gold van haar. Ja. Dat zet geen zoden aan de dijk. Oh, force buyout? Ah, ze gaat die kant niet op. Nee. Ze had kunnen force buyouten. Ja, maar ja, over het algemeen doen de CPU's dat niet echt, hè? Hmm. En ze heeft hier net stocks in, dus het kan natuurlijk ook zijn dat ze focust op die stocks. Oh, wacht. Ja. Neem de binnendoorroute, echt. Ja. Kijk, dat de anderen zo meteen kapot gaan, dat maakt me niet uit, maar... Jij en ik moeten zo lang mogelijk in leven proberen te blijven. Precies. Hey. Nice. Nou, heb ik tenminste jou bijna bijgehaald met kaart. Ja. Oeh, memory block. Nou, is nooit verkeerd. Please geef mij de mushroom. Please geef mij de mushroom. Hey, de mushroom zit erin. Wat doet die mushroom? Mushroom is niet echt een level up, maar verhoogt shopprijzen. Mm. Geld. Nou. 30 coins, jee! Yay. Ja, nu gooit ze laag, hè? Heel apart! 2. Hohoho! Betalen! Ja, je hebt commissies, hè? Dus dat tikt aan. Oeh, see! Ah, ze kan het wel met stocks gewoon halen. Ah, is op zich niet erg. Ik bedoel, jij hebt weer veel geld. Ja, maar dat is ook mijn hele tactiek in deze. Want Stella kan je toch niet bijhouden. Nou ja, nu weer wel. Nu ze alleen maar eentjes en tweetjes gooit. Maar, dit zorgt ook gewoon voor dat ik nu tweede ben, hè? Ja, jij moet kijken of je met deze kan overleggen. Ja. Maar ja, de enige onderhandelingspositie die jij met deze is rechtsbovenin. Ja, ik weet niet of ze dat doet. Weet ik ook niet. Kom op mezelf. Slapen. Ja, moet maar. Gelukkig is niet zo heel... Tuurlijk, nou gooit ze wel hoog. Echt zo oneerlijk heb ik het gevoel. Maar... Ja, dat ding ontwijkt ook letterlijk alles. Mm-hmm. Nou, dit had ik niet zo heel veel uitgemaakt, zo was het wel heen gekomen. Oh ja, Tuuk. Ja, nu wordt dat ook een stuk. Kijk, stuk duurder. Met haar kan ruilen. Nou, ik hoop het voor je. Zal ik dan eerst die goedkopere doen? Ja, probeer maar. Nog gewoon 1 om 1. Even kijken. 1. En dan die van mezelf die ik wil ruilen. Dat is die. Ja. Tegen 1. Die. En je moet geld betalen, want het is negatieve balans. Pay gold. Balance is 50. Maar dan moet ik iets meer gaan geven, denk ik. Ik denk dat ze daarmee op zich wel kort kan gaan, ja. Nope. Ze doen gewoon helemaal niks. Nee. Fuck je onderhandeling, ze zijn Nederlanders gewoon. Ze zijn gewoon racistisch tegen Nederlanders. Ik denk het. Nee. Dan had je echt al iets meer moeten hebben. Een promotion. En nu kan ik ook weer mooi terug naar mijn straatje. Ja, sorry, maar ik kan niet anders.
natuurlijk. Het is mijn monopolie, dus... Ik help Stella wel in het zadel, maar... Ik loop niet voor op Stella. Nou, die is de straat af. Oh, tuurlijk. Ja. Oh, ik word zo moe van deze game. Huh? Jij en ik hadden hetzelfde, toch? We gaan naar het hartje toe. Ja. Hè? Ik niet snap. Nee. Betalen. Een bitch. Het meest logische was inderdaad gewoon geweest, zoom of daartoe of naar de stocks toe. Of als je niet op jezelf, nee. Of als je op jezelf wil landen, die roze winkel net boven het hartje. Net niet. Tenminste, dat zou mijn idee zijn geweest. Yep. Nee, nog een keer. Of een kaartje trekken. Laat ik toch maar kaarten trekken, want daar heb ik momenteel iets meer aan. Toch even, ik denk niet dat er heel veel zooms en dice meer in zitten. Milan, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Wat een kutspel. Wat een gezeik. Ja, maar dit gebeurt heel vaak bij mij als ik nergens anders dingen in heb. Dit is zo... Ah, dit is zo kut. Dit is echt... Want ik kan niet eerder terug, ik moet die ronde maken. Hoe vaak heb ik die Force Buyout elkaar al gekregen? Ja. Volgens mij zit het de derde of vierde keer al. Ja, 10% omhoog. Ja, want als iemand hem kan kopen, dan moet ik al mijn geld gaan inzetten. Dat is het klote aan het alles. Ik kom op jou. Ja. Ik kom nu ook nog goed weg, omdat het gehalveerd is. Ik ben nu bijna bang om kaarten te gaan trekken. Snap ik. Die zijn wel duur. Ja, die zijn ook gewoon duur, maar die zou ik nou niet meer doen omdat er geen monopolie meer op zit. Ja. Ja, je hebt gekregen, je moet de kant op. Oké. Top. Ja, ik moet zo snel mogelijk terug naar het stukje. Naar dat andere vakje, ja. Ja. En dan zul je zien, dan land ik er niet meer op. Dat zou zomaar kunnen.